FC Groningen speelt zondag in de Euroborg tegen Ajax de laatste wedstrijd van het seizoen. Voor de FC staat er nog veel op het spel. Bij een gelijkspel tegen de kampioen van de Eredivisie gaan de Groningers door naar de play-offs voor Europees voetbal. Wij zullen 100% moeten gaan en de meest effectieve manier moeten vinden om nogmaals zelf tot scoren te komen. Ja, we spelen wel tegen Ajax, die kampioen zijn en die kwalitatief gewoon beter zijn. Gennaro Seefuik staat niet in de basis. Trainer Maaskant vindt dat de aanvaller de laatste wedstrijden niet genoeg heeft gebracht. Michael Kieftenbelt keert terug in de basis vanwege het compacte spel dat Maaskant zondag wil spelen. Zondag moeten we winnen en dan anders zou de teleurstelling denk ik heel groot zijn. Het moet ook duidelijk zijn dat we dichtbij zijn. En dan, ja, dan kun je voor een iets minder seizoen, zoals iedereen er toch wel tegenaan kijkt, dan kun je gewoon je doelstelling bereiken en dan is iedereen weer blij. Dus als je dan terugkijkt op dit seizoen, is het dan toch een geslaagd seizoen als je die wedstrijd tegen Ajax met een punt afsluit? Ja, dat is het mooie van. Ik denk dat we veel kritiek hebben gehad dit seizoen. En als we zondag winnen, dan halen we gewoon onze doelstelling en dan is iedereen denk ik hartstikke blij, wij ook, want ja, daar doe je het allemaal voor. Ajax is al kampioen, dus zij spelen eigenlijk om niks. Ja, maar ja, ze hebben 2 keer verloren volgens mij in het hele seizoen. Dus ze vinden dit denk ik niet leuk als ze 3 keer gaan verliezen. En dat willen ze denk ik ook zo houden. Maar goed, we gaan voor de winst. En we zullen zien of dat genoeg zou zijn. Het niet behalen van de play-offs, zou dat voelen als een teleurstelling? Dat het seizoen dan als een nachtkaars uitgaat? Ja, natuurlijk. Als je zo dichtbij bent en als je het dan niet zou halen, dan is het natuurlijk gewoon kloten. Maar goed, er is nog genoeg kans en we gaan er zondag zeker voor. Heel lastig. Moeilijk te zeggen wat voor team ze hebben zondag. Maar ja, ze zijn kampioen. Ze zijn het beste team van Nederland, dus een lastige taak voor ons. Tim Keurentjes, Louis Pedro, Oluwafemi Ajilore en Tim Sparf nemen na dit seizoen afscheid van FC Groningen. Ik hoop dat we nog naar de play-offs gaan. Dus ik hoop dat dit niet mijn laatste wedstrijd in Europorg wordt. Hoe kijk je aan tegen jouw aankomende vertrek? Nou, ik had het verwacht een beetje. Ik heb een mooie tijd hier gehad en ik heb heel veel goede mensen ontmoet. Dus ik weet dat het zo gaat het in de voetbalwereld. Je blijft niet heel lang op dezelfde plek. Ik neem mee mijn mooie herinneringen van Groningen. FC Groningen Ajax begint zondag om 2:30 in de Euroborg.